Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrijwel geen bewolking in onze omgeving. Nederland is helder met hier en daar wat wolkensluiers, maar verder dus volop zon. Vanochtend is het fraai met oplopende temperaturen. Na een koude start is het in de loop van de ochtend al snel 6 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten. Er komen wat meer wolken in de loop van de middag, misschien ook wat stapelwolken. Er is een kleine kans op een bui in het zuiden, maar ook daar is het op de meeste plaatsen gewoon droog. Het wordt 11 of 12 graden. Vanavond weinig verandering. Het blijft tamelijk helder. Temperaturen gaan weer redelijk vlot omlaag. Met name in het noordoosten, waar de temperatuur in de nacht ook weer dicht bij het vriespunt kan komen. Morgen een dag met meer sluierwolken. Vooral dikke sluierwolken waar de zon wel doorheen schijnt, maar de lucht is niet meer zo blauw. Meeste zon nog in het noordoosten van het land. Mogelijk een spatje regen in het zuidwesten. En 11 tot 14 graden, misschien op een enkele plek zelfs 15. Die 15 graden zouden we in het zuiden ook op vrijdag kunnen halen. Kleine kans op een spatje regen, maar vrijwel overal blijft het gewoon droog. En het is tamelijk zonnig. In het weekeinde weinig verandering in het weerbeeld. Het blijft ook dan droog met 12 of 13 graden en geregeld zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.